Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het heeft afgelopen nacht al flink geregend in Zeeland. In zuid vlaanderen werd zelfs een 30 mm al gemeld. Dat regengebied trekt vandaag over het hele land, maar de neerslag wordt veel minder. Er valt hooguit wat lichte regen of motregen. In het noorden is het de eerste uren nog mistig. Die mist die lost vanmiddag op zodra het daar begint te miezeren. In de zuidelijke helft van het land wordt het vanmiddag droog en breekt heel misschien nog even de zon door. Daar de hoogste temperaturen langs de zuidgrens wordt het 15 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, alleen in Zeeland verwacht ik nog een buitje en de temperaturen liggen dan rond 10 graden. In de nacht kan er in het noorden wat mist ontstaan weer. Morgen overdag ook in het noorden grijs en mistig weer, temperaturen daar zo rond de 10 tot 14 graden. In het midden en zuiden schijnt de zon vaker, en dan kan er 's middags een enkele bui vallen. Dinsdag wordt een kille dag en ook een bewolkte dag met langdurig regen en motregen. Woensdag en donderdag gaat de zon weer vaker schijnen en dan stijgt het kwik weer naar zo'n 10 tot 13 graden. Temperaturen zijn dus zacht voor de tijd van het jaar. In de nacht kan het lokaal gaan vriezen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.